podium laat een aantal verkeersknelpunten in beeld zien. Wethouder Harry Scholten van de gemeente Hof van Twente over de problemen met de bruggen over het Twentekanaal. We staan hier in de Hof van Twente bij de Dorrebrug, een van de 6 landbouwbruggen over het Twentekanaal die in onze gemeente ligt, Hof van Twente. Het probleem met deze brug is dat de eigenaar van deze brug, het Rijk, heeft geconstateerd dat deze brug in het verleden uiteraard niet gebouwd is voor het zware verkeer dat nu over deze brug ingaat. Het kanaal is gegraven in de jaren 30 en toen is ook die brug gebouwd, dus voor de oorlog nog. En die brug, toen was er uiteraard nog niet dermate zwaar verkeer dat er nu dus overheen dendert, vrachtverkeer en landbouwverkeer. Rijkswaterstaat die heeft gezegd wat er aan deze brug mankeert. En wij gaan nu eerst, er zijn op dit moment geen beperkingen door ons als wegbeheerder opgelegd. Wij gaan eerst kijken, middels nader onderzoek aan deze brug, wat er moet gebeuren. En de uitkomsten van dat onderzoek nemen we mee in het besluit omtrent het nemen van eventuele maatregelen voor deze brug. Dat kan dus zijn of ja, de brug vernieuwen is wel heel extreem, de brug verbeteren of inderdaad de lastbeperkende maatregelen opleggen. Ik hoop dat wij zo snel mogelijk, dat er zo snel mogelijk iets uitkomt en dat we dan ja, de juiste maatregelen kunnen nemen die we moeten nemen. Uiteraard en vooral de maatregelen die van belang zijn voor veiligheid. Dat vind ik het belangrijkste. En ja, uiteraard hoop ik dat natuurlijk de goedkoopste maatregel uitkomt, want het geld is natuurlijk niet royaal voorhanden en daar moeten wij met elkaar mee roeien met de riemen die we hebben wat daar aan gaat. Het verkeer dat over deze brug gaat, dat betreft het landbouwverkeer, de vrachtvervoerders die naar deze landbouwers toe moeten en de loonwerkers die ook hun werk moeten doen voor deze landbouwondernemers. Het is de A1 onder het vrachtverkeer hier in de Hof van Twente. En voor zover mijn informatie strekt gaat het om 14 bruggen waar dit soort problemen ook zich nu voordoen. Waarvan er 7 in de gemeente Hof van Twente liggen. En van die 7 bruggen is er dus is 1 brug. Daarvan is de provincie wegbeheerder en de andere 6 bruggen zijn wij wegbeheerder van. Nou, wij hebben als gemeente Hof van Twente gezegd, toen Rijkswaterstaat heeft aangegeven van let op, deze bruggen, daar adviseren wij u om het zware vrachtverkeer niet meer overheen te laten gaan. Dat hebben wij gezegd, wij wachten eerst nader onderzoek af, nader betononderzoek af, om uiteindelijk onze besluitvorming goed en wel overwogen te kunnen nemen. Om dan te gaan kijken, met dat onderzoek in de hand, welke maatregelen zijn de beste maatregelen die we kunnen treffen. Op geen van de 6 landbouwbruggen zijn op dit moment door ons beperkingen opgelegd. Nee, dat klopt. Wij hopen dan ook dat het onderzoek zo snel mogelijk gaat plaatsvinden. En ook zo snel mogelijk de uitkomst komt. Om daarna ook in het juiste tempo die maatregelen te kunnen nemen die genomen moeten worden. Wij zitten met Rijkswaterstaat om tafel. Het ministerie van Infra en Milieu. De provincie, de regio Twente. En de gemeenten die dus hier aan het Twentekanaal liggen. Hengelo, Lochem met name zijn ook de gemeenten waar die hiermee te maken hebben. En in gezamenlijkheid volgen wij dat onderzoek en we proberen gezamenlijk de problematiek in beeld te brengen en ook gezamenlijk die maatregelen te nemen die genomen moeten worden. Dus vooral die gezamenlijkheid is heel belangrijk en dat gaat op dit moment ook heel goed met elkaar, dat moet ik eerlijk zeggen. Nou, er is op 27 oktober een overleg gepland met het ministerie en daar zullen de onderzoeksrapporten op tafel liggen. En dan volgt er dus een beslissing uit dat overleg. En dat zal dan in de maand november ergens een keer bekend worden gemaakt wat dan de uitkomsten zijn. En dan kunnen de gemeenten en wij ook over onze 6 bruggen die besluitvorming gaan nemen die we moeten nemen naar aanleiding van de resultaten uit dat onderzoek. De meest gunstige oplossing is dat de beperkingen opgeheven worden. Die er dus dan eventueel op deze brug gelegd zouden moeten worden.